Welkom in deze nieuwe transmissie, waar ik toegeleid werd om op te nemen en toe te voegen aan het traject. Als je klaar bent, dan kan je op een rustige plek gaan zitten of gaan liggen. Dan sluit je ogen en gaan we een paar keer goed diep in en uit om echt even leven te zakken. Zoals hij weet. Ademen we in vier tellen in. Houden we onze ademhaling gedurende vier tellen vast. En ademen we weer uit in vier tellen. Zo noemen we dit ook wel de kosmische ademhaling. En dan roep ik kaart en metatron aan, die aan het hoofd staat van jouw team. En onder leiding van aard en metatron worden alle grondingskoorden getransformeerd naar optimaal. Zodanig dat we in staat zijn om een quantum shift te maken. En daar gaat deze transmissie ook vandaag over. We gaan gebruik maken van universele vlammen, verschillende frequenties, verschillende kleuren en geuren. Maar ik word geleid om ook te zeggen van als je door geen transmissie een andere kleur ziet, of een andere kleur ervaart, of een ander woord hoort dan wat ik jou vertel, laat het jou niet beperken om volledig nog dieper in de transmissie te zakken en te vertrouwen op de wijsheid van jouw team. Jouw team weet perfect waar jij nu staat in jouw proces en weet ook perfect welke vlam, welke frequentie aangepast en geoptimaliseerd is voor de fase van jouw groei op dit moment. Net daarom is dit ook weer een les in overgave en vertrouwen. En zo zal het zijn. Blijf rustig doorademen. Terwijl we eigenlijk al astraal aan het reizen zijn naar de verzamelplaats waar we allemaal samen heen gaan. Of toch tenminste de mensen die nu al dan niet tegelijkertijd, want tijd is een illusie. Maar die dus samen met jou en mij deze transmissie beluisteren. En de verzamelplaats ziet eruit als een kamer. Maar we zijn toch nog tegelijkertijd verbonden met de natuur om ons heen. We horen de geluiden van de vogels, van de dieren. Het lijkt alsof dat we in kamer zitten die ergens gewoon midden in een bos staat. De wind door de bomen hoor je en af en toe voel je een bries over je lichaam heen gaan. En voor elk van ons is er in die kamer een stoel. Maar niet zomaar een stoel. De stoelen zijn gemaakt van kristal. Op het eerste zicht is dat niet zichtbaar dat het een kristal is, want het lijkt op een houten stoel. Maar van zodra dat je op een stoel gaat gaan zitten, verandert de frequentie en de hoedanigheid van de stoel naar gelang de persoon die er gaat op gaan zitten. Maar zodra je op een stoel zit, zie je of merk je eigenlijk op dat we niet in een vierkante kamer zitten of geen ronde kamer. De kamer waar we in zitten is eigenlijk een achthoek. En wanneer je boven kijkt, ga je zien dat de achthoek op een of andere rare manier verandert in een driehoek.
En hetzelfde ontstaat eigenlijk als spiegelbeeld onder de grond van de kamer waar je op zit. Als dat lastig is om je dat voor te stellen, laat het gewoon voorbij gaan. Kijk eens welke kleur of welke frequentie dat jouw stoel heeft op dit moment. Dat is de vlam, de frequentie dat jij nu op dit moment het meeste nodig hebt. En terwijl jullie gefocust zijn op jullie eigen stoel, is er in het midden van de kamer uit de grond een pilaar verschenen. En op die pilaar zie je een diamant. Een diamant schitteren. Het is zo fel dat je eigenlijk de andere kant van de kamer niet meer kan zien. Die diamant, die staat of ligt niet op die pilaar, maar die hangt daar precies wat boven te zweven. En die wordt gedragen door die pilaar. En als je goed kijkt, is eigenlijk die pilaar een universele straal. Het is eigenlijk een bundel van energieën, van die diamantenenergie. En voedt eigenlijk de kristal, de diamantenkristal erboven. En daarop vraagt Aartsengel Metatron om onze handen naar voren uit te steken, zodat de handpalmen richting de diamant stralen. Of dat je eigenlijk net met je handen zou energie kunnen sturen naar die kristal, de diamantenkristal. Maar zodra je dat doet, zie je dat eigenlijk jouw eigen energie verbonden wordt. En via je rechterhand gaat er een straal van energie, van jouw eigen energie, die zich verbindt met de diamantenkristal. En tegelijkertijd, vanuit de diamantenkristal, ontstaat er een straal die eigenlijk naar jouw linkerkant gaat. Waardoor je eigenlijk een soort van gesloten circuit creëert tussen jouw energie, dus tussen jouw kristallen lichaam, en tussen de diamantenkristal die daar in het midden van de kamer staat. Blijf rustig in- en uitademen. En hoe meer je leeft zakt, hoe meer je voelt dat die diamantenenergie eigenlijk je volledige lichaam voedt. En ook via je kroonchakra komt er eigenlijk diamantenenergie binnen. Vanuit het plafond wordt ook daar een straal naar je kroonchakra gestuurd, onder leiding van je team, aangevuld met die energie die jij nodig hebt. Voor de ene gaat dat zilver zijn, de andere goud, de andere bronzen, de andere violet, de andere geel. Het maakt niet uit welke kleur dat er tot jou komt, welke kleur je ziet, dat is hetgeen wat jij nu nodig hebt. Blijf ademen. En naarmate dat we verder gaan, dat we het proces gewoon de gang laten gaan, mag je je voeten echt goed volledig op de grond zetten. Als je nu neerligt, dan visualiseer je dat je voeten op de grond zet. Van wat op die stoel is. Want van zodra je je voeten op de grond zet, zie je dat ook de vloer verandert in een diamantenenergie. En dat verspreidt zich zo helemaal van binnenuit, van waar dat de pilaar was, helemaal over de vloer, naar de buitenkant van de buitenste rand van de kamer. En dat helemaal omhoog
in die randen, de muren en zo helemaal het plafond. Zodanig dat eigenlijk de kamer waar we ons bevinden eigenlijk een diamanten kristallenkamer geworden is. Bij elk van jullie staat ook lid van een Arcturische familie. Bij de meesten staan ze aan de rechterkant en leggen hun linkerhand op jouw rechterschouder. Waardoor dat zij een tegenpool bieden voor de hele hoge energie die nu door jouw lichaam gaat. Ze helpen jouw fysieke lichaam om hogere frequenties te integreren, zodanig dat je minder last hebt van ascensieverschijnselen. Ze helpen jou om de quantum shift te maken, waar we nu allemaal samen doorheen gaan. Elk op ons eigen tempo, elk in een ander ritme, elk op een andere tijdslijn, en toch samen. Samen in eenheid, samen in liefde, samen in vrede. En de council van de Arcturische Raad geeft voor elk van jullie een boodschap. Hiervoor vragen ze om je rechterhand op je hart te leggen en je linkerhand op je rechterhand. En luister dan wat de boodschap van de council van de Arcturische Raad voor jou nu is. Wanneer je de boodschap hebt ontvangen, zie je dat alle leden van de Arcturische Raad verdwenen. Ze zijn er nog, maar niet meer zichtbaar. Wat dat betekent dat je op elk moment van de dag met hen kan communiceren, vragen kan stellen, met op hen beroep kan doen, net zoals dat je op jouw team kan doen. En dan zie je dat de diamanten kristallen in het midden van de kamer minder fel gaat gaan stralen. Niet omdat hij uitgeput is, maar omdat we elk ontvangen hebben wat we nu moesten ontvangen. Waardoor dat pilaar lijkt weer in de grond te verdwijnen. En de diamanten kristallen kamer waar we in zaten is weer terug de kamer geworden waar we in het begin zaten. De kleur van je stoel is weer veranderd en lijkt op een houten stoel. Wanneer je voelt dat je klaar bent, dan kan je recht staan. Je handen voor je hart houden en je dankbaarheid uiten voor de transitie en de energieuitwisseling, de boodschap. Alles wat je hebt mogen ontvangen. En wanneer je er klaar voor bent, dan ga je merken dat je zachtjes terugkomt in het hier en het nu. Waar je lichaam nu op ligt,
Ik vraag hem aan je team om het nieuwe Groningscode aan te passen naar optimaal. Om de Antakarana te optimaliseren en te vernieuwen. Om jou de nodige bescherming te geven, zodanig dat je vanuit je hogere energie nog steeds je dagelijks leven kan vormgeven. Maar steeds nog vanuit de verbinding met het diamantenbewustzijn en het eenheidsbewustzijn. Mogen alle mogelijkheden voor je open zijn. Namaste. Als je klaar bent, open je ogen en zeg drie keer ik ben en volg je naam.